Wij zijn Bart en Dennis, wij spelen in Raccoon. En wij mogen een tasje vullen met een paar cd'tjes, / vinyltjes. En daar wat over vertellen. Ik heb gekozen voor Ella Fitzgerald, want die klonk hier over de boksen. En ik werd gelijk weer getriggerd, want ze is zo fantastisch briljant. Pay no attention to what's said. Ik draai veel plaatjes thuis, ook wel cd. Maar vooral de vinyl, omdat ik die zo romantisch vind. En omdat ik dat niet zo snel afzet. En dat vind ik wel weer heel fijn. Dat je gewoon echt de tijd neemt voor een plaat bij je fik en je lekkere rode wijntje. En je potje kaarten met een paar maten. Kortom, LP, fantastisch. Iets fysieks in je klauw. Dus eerlijk is eerlijk, ik word een oude lul en daar hoort vinyl bij. De nieuwste van Mastodon. Ik ben van ons twee metal. Hij heeft er heel veel mee, zoals je... Ja, dit is wel hele tof. Ja, maar ik zing jou toch ook niet altijd af te kammen, kleffen, zeikert. Ik hou nogal van de metal, ja. En Mastodon is van de laatste jaren een van de meest vooraanstaande en meest vernieuwende bands daarin. Dus ik ben heel benieuwd naar deze plaat. Ik heb ze allemaal. Echt fan. Mijn tweede keus... Op aanraden van Mark. Ik ben namelijk Calexico-fan. Ik vind het echt een toffe band. En ik wist niet dat Howie Gelb ook dit had gemaakt. En schijnbaar was deze heel erg goed. Dus die heb ik gelijk in mijn mandje gestopt. Now I'm in Constantinople with a toe in the tide. Ik zei net dat ik bij de oude garde en de oude lullen en romantische enzovoort enzovoort hoor. Maar eerlijk is eerlijk, mijn eigen zoon, en die is 13... hoort bij de nieuwe garde. En die koopt ook weer vinyl. Maar alleen omdat papa een vinylspeler heeft. Rapapa, Bart. Ah, oh, de nieuwe Weezer. De nieuwe Weezer, jazeker. Ja, ik ben echt fan van Weezer. Dus ik heb ook alle platen. Ook de wat mindere platen. Maar op iedere plaats staat altijd wel één of twee knallers. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat hier ook weer een onwaarzinnige knaller op staat. Ik heb er nog niks van gehoord. Maar ja, rock en bubblegum melodieën kan niet mis, wat mij betreft. Ik heb er nu al zin in. Als je alles op een hoop gooit, dan is muziek gewoon fantastisch. En soms is het heel fijn om te spotify'en, bij wijze van spreken. Te juken, of noem het zoals je het noemen wil. Te deezeren. Maar dat is dat vervliegt, zeg maar. Dus dat gaat snel. Daar zit een tijdsdruk op. En er zit geen kwaliteitsdruk op. Meer een kwantiteitsdruk. En dat is het verschil met wat wij dus graag doen. CD's en vinyl. Dat geeft kwaliteit en rust. En voor alles is een moment. En ik kom tot de ontdekking dat mijn momenten steeds meer bij vinyl liggen. En dat zal voor iedereen anders zijn. Ja, voor mij geldt het voor CD's. Ja, moet ik hem vasthouden? Zoals ik al eerder zei, vinyl, ik snap wat Bart bedoelt. En zeker het feit dat je zet het op en je blijft luisteren. Als je aan het streamen bent, dan heb je snel de neiging om... en weer door en door en door en de volgende. En ik vind cd'tjes mooi staan in de kast. Ik ga binnenkort verhuizen en ik heb nu al ruzie met mijn vrouw. Die wil eigenlijk dat ik mijn cd's wegdoe, maar dat gaat echt niet gebeuren. Er komt gewoon weer een dikke mooie muur. En voor in de auto en daarbovenop, het klinkt als een klok. Dat is het grote voordeel. En je zit op de bank met een boekje voor je, met de teksten. Het eerste wat ik eigenlijk altijd doe, is even mijn snuffert erin duwen en even ruiken. Dat is misschien heel akelig, maar dat doe ik wel. Ja, dat heb je niet, hè, met je laptop en je smartphone. Ja, dat is gewoon een stuk beleving wat je daar niet meer hebt.